het aantal wagens is ook in Hasselt aanzienlijk gestegen. Vooral omdat het openbaar vervoer is afgeslankt door besparingen op Vlaams niveau. En wij merken dat heel sterk in een stad als Hasselt. En het is nu aan het lokale niveau om daar oplossingen voor te bieden. En dat zal ook op 14 oktober een punt zijn. Maar hoor ik u zeggen, wij moeten op lokaal niveau de steken oprapen die gevallen zijn omdat het openbaar vervoer tekort schiet? Absoluut. Ik denk dat iets is dat... Je hoort dat natuurlijk al vaker zeggen in Limburg. Hè. Onze bereikbaarheid, daar schiet de NMBS ook tekort. We zijn denk ik de enige regio in Europa waar er geen treinsporen over de landsgrenzen gaan. Je moet dat uitleggen in het buitenland, dat in het midden van de provincie de trein stopt en woon je verder weg, trek dan je plan maar. Heel wat mensen kunnen dat niet geloven. Als we dan de discussie horen dat bijvoorbeeld N-VA in Gent geen trams meer wil, we hebben zelfs geen tram in Limburg, we hebben zelfs geen trein die heel Limburg doorkruist. Dus op dat vlak willen wij echt wel het verschil maken door een mobiliteitsplan op tafel te leggen waar we voor kunnen kiezen, waar we voor voorsprong kunnen nemen. En ik denk dat we daar hoe zou u lokaal het ontbreken van een tram of het spoor kunnen opvangen met lokale middelen, met lokale oplossingen? Hoe moet ik me dat concreet voorstellen? In Limburg zijn we nu zo ver dat we die besparingen van minister Wijs op het openbaar vervoer zo beu zijn dat we eigenlijk zeggen we gaan het zelf doen. Ja. En in Limburg is daar best wel consensus over. We hebben een fietsroutennetwerk zelf uitgebouwd om die tweewielers een plaats te geven die verdient. Dat is op dit moment het zoveelste wereldwonder geweest na een verkiezing, met de omdat we het zelf gedaan hebben. Met de trein doet lange afstanden, met de fiets, dat is al iets lastiger. Hè? Ja, maar de fietssnelwegen in Limburg die schieten als paddenstoelen uit de grond, ook dankzij een socialistische deputé trouwens. En als het gaat over het openbaar vervoer, als het echt moet, zullen we zelf met buslijnen beginnen om die Limburgers die vandaag geen bussen hebben of openbaar vervoer hebben, toch te kunnen vervoeren. Ja.